is deze? Dan kan u daar op rijden, hè? Ja, maar die hebben we niet. Wat heeft u voor spoorwegen? Ja, Merklin, HO is het. Ja? Goed, hoor. Ja. Wat doe je meer dan de Arend bouwplaten verkopen? Rij je ook wel eens op zo'n ding of mag dat nog niet? Ja, de stieband, dat helpt de spoorweg wel een beetje. En dat rijdt wel eens op die treinen. Wat? Hoe heet dat? De stiebands. Wat is dat precies? Een vereniging voor af te voeren Nederlands materieel. Ja. Wanneer ben je voor stoom gaan interesseren? En niet van de fluitketel, maar van dit? Ja, een paar jaar geleden, een jaar of twee. Toen vond ik het wel leuk. Zomaar? Ja, toen ik zag ze rijden bij ons in de Spaanse polder in Schiedam. Of in Rotterdam is dat eigenlijk. En toen vond ik het wel leuk. En sommige mensen maken hun beroep van op de een of andere manier. Op een toeristische manier bijvoorbeeld. Ben je dat ook van plan? Ja, misschien wel. Okay. Succes ermee. Okay. Ik hoop dat je nog wat van die platen verkoopt. Ja. Dag. Dag. Circus Bontini, hebben die er ook naartoe gebracht? Die staat eventjes verderop in Hoorn. En ik heb net gelezen dat dit een circusstoom locomotief is of iets dergelijks. Hij werd zowel voor de kermis als voor het circus gebruikt vroeger, ja. Dat klopt. En nu staat hij alleen nog maar op tentoonstelling. Of doen jullie er nog meer mee om het een beetje leuk te maken? Dat doen we voornamelijk. En soms een keertje voor onszelf op stap gewoon. Wat houdt dat in? Nou, een eentje rijden. Hè? Wat is de stalplaats? Zijn standplaats is Huizen in het Gooi. En, we zijn hier ook op eigen kracht vrijdag naartoe gekomen van huis af met de woonwagen erachter. Is er nog een speciale vergunning voor nodig? Niet dat ik weet. Als ik zo'n ding, nou dat heb je natuurlijk niet zomaar, maar kan je zo mee naar Parijs met de locomotief? Ja, dat zou je kunnen doen, ja, maar niet over de autobaan. Is het misschien een leuk idee om een keer met een echt circus zomaar eens een weekje op pad te gaan? Zou misschien extra veel publiek trekken, stoom en circus samen? We hebben vorig jaar een keer ook opgetreden bij Circus Kroner, het grote Duitse circus uit München. Je bent niet de enige fotograaf hier, maar er zijn echt werkelijk tientallen mensen die hier foto's van locomotieven en alle stoomgebeurtenissen hier maken. U bent er ook een van. Mijn vraag is waarom een foto daarvan? Ja, omdat mijn liefhebberij is. Daarvan maak ik er foto's van. Wat houdt dat in, een liefhebberij van stoommachines? Zelf ben ik modelbouwer. Ja. Dus ik ben altijd geïnteresseerd in stoom. Ik doe zelf ook vrijwilligerswerk in het stoommuseum in Medeblik. Komt u uit West-Friesland? Ik kom hier uit Hoorn vandaan. Ja. Is er een bepaalde club van stoomliefhebbers? Nou, hier niet. Zover ik weet niet. Ik ben lid geworden in Amsterdam, want hier is weinig. Er zijn wel modelbouwers, maar... Wat is het leuke van stoom? Omdat het oud is? Ja, dat ook, omdat het oud is. En, ja, ik weet niet, dit trekt mij gewoon. Ik vind het mooier dan een elektrische machine.